Welkom bij de nieuwe wereld. Ja, u hoort het goed. Na 3 jaar voor de ommekeer werd het tijd voor een nieuwe naam. Hier in onze eigen studio te Leiden en bovendien voor de ommekeer is de ommekeer geworden. We zitten er middenin en we wachten op een nieuwe wereld. Wat blijft zijn verdiepende gesprekken over een wereld in verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Kees de Kort, economiecommentator en macro-econoom. Ja, Kees, vaste gast inmiddels, 3e keer hier in Leiden. We zijn 5 weken geleden begonnen. Hoe staan we ervoor, Kees? Ja, dat is heel bijzonder. We leven in hele bijzondere tijden. We zitten internationaal ruwweg 5 weken in met de economie in bewegingsbeperking en lockdown. En zo langzaamaan wordt duidelijk wat de consequenties daarvan zijn. En die zijn serieus, serieus groot. Ja. Eerder deze week de voorspellingen van het IMF over de ontwikkeling in de wereldeconomie. Ja, dat is tamelijk dramatisch. Maar goed, dat staat en valt nog met het verhaal hoe lang het gaat duren. Want als we nu zouden stoppen met die bewegingsbeperking, die lockdowns, dan kan de schade beperkt blijven. Maar als we nog een tijdje doorgaan, dan wordt het groot. En ja, we hebben natuurlijk langzaam zeker komen de eerste cijfers binnen uit landen. De eerste data over maart. Nou, als je in de VS, dat is gewoon verschrikkelijk. Economisch is het echt, gaan we door een heel, heel, heel diep dal. Ja, met consequenties op alle denkbare terreinen. Nou, ik noemde al voor de ommekeer, we zitten in zo'n ommekeer. We weten niet precies waar we uit gaan komen. Hè. Dat er iets gaat gebeuren wat er voor lange jaren een spoor trekt, is inmiddels duidelijk. Ja, weet je, mijn punt is van begin af aan. Hè, er worden hele bijzondere maatregelen genomen. Bewegingsbeperking, lockdown. Ja. De resultaten worden zichtbaar. Maar waarom? Waarom doen we dat? Laten we die dadelijk pakken. Ik wil toch nog even, je zegt die cijfers van de IMF. Ook om gewoon even een beeld te krijgen. Er werd gesproken door het IMF over een krimp van, nou pak een beet voor de Nederland, om en bij de 7,5%. Ja. Maar even om dat in perspectief te trekken, van waar hebben we het dan over? Over 7,5% krimp. Dat is de grootste krimp sinds de 30 jaar, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat hebben we dan nooit meegemaakt. Dus dat is groter dan 2008-2009? Ja, dat is gewoon speelkwartier. Ja? Ja. 2008-2009 is speelkwartier in vergelijking met wat er nu aan het gebeuren is. Want toen hadden we ook krimp, in wat voor grote orde zat dat? Ja, dat bleek uiteindelijk een procentje 4 te zijn. En maar wat je nu ziet, heel in Amerika, dat zijn gewoon 30 miljoen werklozen gekomen. Mensen die geen werk meer hebben in 3-4 weken tijd. Nou, in Amerika werken natuurlijk veel meer mensen, maar dat is 20% van de beroepsbevolking. Ja, dat hebben we dan echt nog nooit meegemaakt. Ja, in de 30 jaar, maar nu in 4 weken. Nou, je snapt wel dat... Hoe kom je op die... Want ik las eerst 17 en toen 21, maar nou, zijn er nog meer? Nou, je hebt mensen met een baan die werkloos worden. Precies. Maar je hebt natuurlijk ook in de VS een hele grote schil van ZZP'ers, freelancers, nulurencontracten. En die zijn niet werkloos, die hebben gewoon geen werk. Nou, dus het is veel erger nog dan die 21. Het is nog erger dan die 22 miljoen. Ik denk dat 30 miljoen is. Dat is gewoon 20% van alle Amerikanen zijn de afgelopen 4 weken geen werk meer. Ja, dat gaat ook een spoor van vernieling trekken door alles wat met de economie te maken heeft. En hoe zat dat in de recessie 2009? Ja, dat viel allemaal heel erg mee, want dat was een financieel probleem. Ja, maar toen hadden we wel die beelden van mensen die uit huis werden gezet en zo. Ja, maar dat kwam pas veel later. Ja, maar goed, daar ontstond de recessie eigenlijk. Want er was economisch niet zo heel veel aan de hand in 2007, 2008, 2009. Alleen toen banken begonnen om te vallen, dat kwam uit de lucht vallen voor het grote publiek. Dus ja, als banken uit de lucht komen vallen, dan is er blijkbaar iets heel erg mis. Dan gaan wij op ons handen zitten. Dus toen ontstaat de vraaguitval. Dus toen schrok het publiek eigenlijk van, wat is er aan de hand? We doen het even rustig aan. Ja, toen sloegen we terug in de reële economie. En dan werd geld ingepompt. Ging het goed. Maar nou mogen we geen geld uitgeven. Dat is heel wat anders. We kunnen geen geld uitgeven, want we moeten binnen blijven. En bedrijven moeten dicht blijven. Dat is een heel ander verhaal. We mogen niks meer in plaats van, we doen niks meer. Ja, dus dat heeft ook op de lange termijn veel grotere consequenties. Want in 2008 was het gewoon de schrik. En toen we over de schrik heen waren, ging het weer goed. Of tenminste, ging het weer beter. En nou is het gewoon, je wordt op knie, een heleboel mensen worden nu op hun knieën gezet. Maar het interessante is, kijk, in Amerika zien we dus meteen reusachtige consequenties. Ja. Dat is, je schetst net al even het beeld. En 20% van de beroepsbevolking die eigenlijk in een maand tijd min of meer op straat staat. Ja.
Dus dat is in een onwaarschijnlijk tempo. Als je ziet wat de maatregelen die er zijn genomen, dus de rente naar nul, de quantitative easing, we doen van alles en nog dat wat. Dat heeft geen enkel effect. Dat heeft geen effect. Nee, je moet thuis zitten, dingen zijn dicht. Ik heb begrepen dat we nu de afgelopen maand ongeveer net zoveel uit de kast hebben getrokken, of nog veel meer eigenlijk, dan in een periode van 3 jaar na de kredietcrisis. Ja, ik geloof dat, van wat we weten, de tel staat nu op 9000 miljard. En we weten niet in, wat China, in het Westen. In het Westen. En we weten niet wat China gedaan heeft. Ja. En dat maakt helemaal niks uit, want wij moeten binnenblijven. Kijk, economie draait echt op de deur uit. Besteden en geld laten rollen. Ja, als je de deur niet uit mag, zoals in een aantal landen, of in Nederland ook, waar een heleboel dingen dicht moeten zijn. Ja, dat is natuurlijk een nekslag voor alles wat de economie te maken heeft. Ik noem ook even die Amerikaanse cijfers, omdat wij misschien hier in Nederland nog de indruk kunnen hebben van, we vangen het redelijk op. Hè. Niemand verhongert, niemand staat op straat. Dat is maar de VS ook. Kijk, in Nederland heb je deze week de cijfers van de UWV gekregen. Nee, in maart zeggen geloof ik 17.000 mensen hebben geen baan meer. Maar dat zijn mensen die een vaste baan hadden. Maar ook in Nederland. Dus ja, de hele grote schil van ZZP'ers. Ja, we hebben er meer dan een miljoen. Hè? Dus, daarvan heeft het staat natuurlijk. De mensen die daar zijn, ik denk zeker 200.000-300.000 mensen, die zijn 16 maart naar huis gestuurd. Ja, ga maar naar huis, we hebben geen werk meer voor je. Hè, dus op papier zijn er 17.000 werklozen bijgekomen. Maar al die zelfstandige ZZP'ers, freelance, die hebben gewoon geen werk. En bovendien, we hebben de nauwregeling voor koolmees. We vangen meer op dat dan is de VS Amerika. Ook. In de VS hebben ze ook een enorm steunprogramma. Dus dat werkt dan wel. Maar dat is een fractie van de werkelijke schade. Hè, dat is als het ware om de ergste pijnpuntjes een beetje te masseren. Maar je kent mijn quote. We hebben de overheid door te zeggen, we sluiten allerlei sectoren, die moeten dicht. We vragen mensen, blijf thuis, je mag de deur niet uit. Dan torpedeer je en bombardeer je eigen economie. En dat maak je dan een beetje goed door te zeggen, als je ZZP'er in aanmerking komt voor geld, als je ondernemer bent, dan nemen we een gedeelte van je loonlast over je. Maar dat is niet het echte effect natuurlijk. Het echte effect is veel groter. Ja, daar komen die schattingen ook vandaan. Ja, dus je zit eigenlijk in de paradoxale situatie dat je aan de ene kant als overheid dus die bewegingsbeperking oplegt en aan de andere kant geld uitdeelt, maar dat geld uitdelen weegt in de verste verte niet op. Nee, natuurlijk niet. Goldman Sachs had nog een veel, die hebben het waarschijnlijk ook meegekregen, een veel dramatischer beeld nog over een krimp in het tweede kwartaal van 35%. Ja, weet je, maar daar moet je altijd heel erg opletten. Wat er nou precies bedoeld wordt, is dat een krimp in een kwartaal op jaarbasis? Nee, dat is wel het kwartaal. Maar ja, goed, ik bedoel. Maar goed, dat is allemaal. Dat staat, dat met IMF-verhaal ook, dat staat en valt allemaal bij hoe lang duurt die lockdown en bewegingsbeperking. Als dat wat langer duurt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Als we bij zinnen komen en zeggen we stoppen ermee, dan kan de schade beperkt blijven. Dat is gewoon het hele verhaal. We hebben deze week toespraak gehad van onze premier. Er werd in ieder geval wel benadrukt dat de druk op de IC's wat afnam. Hebben ze ook nog wel naar Kees de Kort geluisterd, wie zal het zeggen. Dat in ieder geval heel wat mensen in verpleeghuizen ook buiten de IC's zijn overleden. Dat weten we ook. Jouw verhaal de vorige keer. Maar als je nou wat mij opviel in Rutte's nationale toespraak, is dat eigenlijk de economie de grote afwezige was. Is dat ook opgevallen? Dat is mij ook opgevallen. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf niet gekeken, maar ik ken een paar mensen. Je kreeg het ook mee? Een vriend van mij belde op. Die zit heel erg in ondernemersland. Die zegt, Kees, wat ik nou heb meegemaakt. Maar hoe kan dat? Ja, dat is van het begin af aan het verhaal geweest. De zorgcomponent en de economiecomponent. En in het begin is willens en wetens bewust gekozen voor alle bal op de zorg. Ja. En we zien wel met de economie. Nou, dat is tot op zekere hoogte nog wel te rechtvaardigen. Maar nu is het duidelijk aan het worden wat de consequenties zijn voor die economie. En die zijn echt serieus groot. Dat is één. En als je een beetje naar de data kijkt, dan zijn de consequenties van de zorg veel kleiner aan het worden dan we vreesden. Want dat was natuurlijk het verhaal. Het beleid was gebaseerd op een model met verschrikkelijke aannames. Dus we moesten wat doen. Nou, dat kan ik nog opbillijken. Maar nou blijkt in de realiteit, in Nederland en daarbuiten, dat de schade in de zorg op allerlei plaatsen tot een fractie is van datgene wat er voorspeld werd. Dus dat was mijn vraag net ook al. Waar doen we het voor? Ja, dat ga ik even uitleggen. En we hebben nou, gisteren hadden we 3.300 doden.
Dat klinkt heel erg. Hè? Wat is de context? Maar daarvan zijn er 94% van al die doden, 94%, zijn 65-plussers die ook al ernstige problemen hadden. Ja, het onderliggend lijden. Dus als jij gezond hè, 94% was oud en had grote problemen. Dat is een percentage wat in de hele wereld ongeveer hetzelfde is. Dat betekent dus dat als jij gezond bent en jong, dat jij nul risico loopt. Gewoon nul. Maar de indruk wordt gewekt. Hè, we moeten alles doen om corona buiten de deur te houden. Maar als jij corona krijgt en de helft van de mensen die corona krijgt, merkt het niet eens. En van de andere helft, de grootste deel ervan heeft misschien 1-2 dagen een beetje beroerd. Dus de indruk wordt gewekt dat als je corona krijgt, dat heel erg is. Maar dat is voor de samenleving, dat is voor een kleine groep mensen die we kunnen identificeren. 65-plussers met grote problemen, is het serieus erg. En voor de rest van de samenleving doet het totaal niet de zaken. En het is nog erger, want ondertussen weten we ook waar we die mensen kunnen vinden die 95-plussers een groot probleem hebben. Die zitten in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Want de helft, Europa, Amerika, de helft van alle doden komt uit verpleeghuizen en verzorgingstehuizen waar je alleen maar terecht bent gekomen omdat het al niet goed met je gaat. Daarbuiten gaan er nog een paar mensen dood die oud zijn en problemen hebben. En jongeren onder de 65, gewoon helemaal niets aan. Dus ja, om een heel klein deel van het publiek te beschermen, die ook nog te vinden zijn, blazen we voor iedereen de economie op. Nou, ja. Dat is een verband wat ik niet kan accepteren. Ja, dit is natuurlijk het gesprek wat wij al wat langer voeren met elkaar. En wat denk ik ook echt nodig geagendeerd moet worden. Dus je ziet ook, laten we zeggen, zo langzamerhand, ook statistisch, overduidelijk waar de slachtoffers vallen. Helder. Maar het interessante is, de overheid had aanvankelijk een politiek waarbij ze eigenlijk ons voorhielden. Ik wil dat toch even in herinnering brengen. We moeten zoiets als groepsimmuniteit tot stand brengen. Nou, zou je zeggen, groepsimmuniteit, dat doe je niet door een lockdown. Hè, want je moet gewoon zorgen dat in ieder geval een groot deel van de gezonde bevolking, dat die ziek wordt en daarmee eigenlijk een weerstand opbouwt. Dat was de these. Nu is natuurlijk je zou kunnen zeggen, het kabinet voor een deel ook gecapituleerd door een enorme maatschappelijke onrust die er ontstond. Dus de stemming. Ja. Als je nou gewoon kijkt naar de afgelopen weken, vind je dan niet dat de media's serieus bij zichzelf te raden zou moeten gaan? Het is allemaal te verschrikkelijk voor woorden. He, nogmaals, begin maart was er paniek. He, er waren de beelden uit Italië, waren de modellen met verschrikkelijke verwachtingen. Moet er iets gebeuren. Ik heb destijds ook naar Wuhan zitten kijken, ook op YouTube. Dat is wel heel heftig. Dus iedereen snapte ook dat er wat moest gebeuren en iedereen accepteerde het ook. Alleen, al vrij snel daarna werd duidelijk dat de bulk van Nederland geen enkel probleem kon krijgen. Maar de indruk wordt nog steeds gewekt dat iedereen corona kan krijgen en dat erg is. He, want daarom hebben we bewegingsbeperkingen, daarom hebben we social distancing, daarom hebben we de anderhalve meter economie. Mekaar niet afstand houden, want je kunt het allemaal krijgen. Maar dat maakt voor 98% van Nederlanders niks uit als ze het krijgen. Die kleine groep mensen, zwak, ziek en misselijk, met beperkingen, die moet je ontzaglijk beschermen. En de rest. Na 4 weken, 5 weken propaganda en het wordt allemaal in het kader van het is allemaal heel erg en het wordt nog allemaal veel erger. Een heleboel mensen zijn gewoon bang geworden. Ja. Ik kom net hier naartoe lopen. Ik loop op de stoep en er komen twee leuke meisjes mij tegemoet. En die gaan aan de andere kant van de straat lopen. De angst zit er gewoon in. Mensen blijven thuis, mensen durven niks meer, mensen worden voorzichtig. Terwijl het allemaal volledig onnodig is, want de kans dat ze hebben is nul. Ja, maar wel heel herkenbaar wat je schetst. Ja. Je merkt het ook als je naar de supermarkt gaat. Hè. Dus een enorme voorzichtigheid, iets panisch. Nou, maar als jij Nederland 4 weken, 5 weken de krant hebt gelezen en tv hebt gekeken, dan begrijp ik helemaal dat jij heel erg voorzichtig bent geworden. Ja, natuurlijk, want je hoort alleen maar van dat verschrikkelijke verhalen. Ja, maar geen context. Ja, want laten we eens gewoon kijken van, we zeggen, de politiek is in beweging. Hè? Dat is helder. En die reageert voor een deel ook op die media. Ja. Het
Het is zelfs voor een politicus ook zaak om iets met die massa-dynamiek te doen. Hè? Dus je moet erop inspelen, want de boel mag niet uit de hand lopen, om het zo maar te noemen. Ja. Je merkt dat gedurende dat weekend dat die maatregel rond die scholen werd. Dat was eigenlijk omdat er was onrust. Ja. Nou, en de media spelen hier dus een hele belangrijke rol. Wat En jij bent ook toch een mediaman. Wat is er op jouw eigen manier, maar wat is er aan de hand? Als je gewoon om je heen kijkt. Ik snap best dat rare verhalen en paniek, dat die er zijn. Er gebeuren rare dingen. Dat is allemaal oké, dat hoort er ook bij. Maar wat je totaal, volkomen en bijna 100% mist, is de context. Het grotere verhaal, die data die ik nou niet net tegen je noemde, die worden gewoon door het RIVM keurig netjes verstrekt. Ja. Dat is een internationale database. In andere landen hoor je precies hetzelfde verhaal. Dus wie de echte risicogroep zijn en wie zich niet gaan zorgen, dat is allemaal volkomen bekend. Die verhalen lees je niet of nauwelijks. Hoe moet het publiek nou weten dat het anders is dan wat er verteld wordt? Wat mij in ieder geval opvalt, en je zult dat ook herkennen, dat je heel vaak, wanneer het gaat om reportages die op de een of andere manier handelen over corona, dat je die IC-beelden op de achtergrond krijgt. Vaak ook nog dezelfde ook. Ja. Dus onderbewust, subliminal messaging, onderbewust krijg je die associatie van corona en realiteit, ellende. Precies, maar wat is nou de realiteit? 3.300 doden, waarvan 500 op de IC. De bulk van de mensen sterft in een verpleeghuis, in een verzorgingshuis, thuis en misschien een paar in het ziekenhuis. Dus die IC's, daar gaat maar een fractie van de mensen dood, van het totale aantal. En wat je met IC's ook in de gaten moet houden. Kijk, een paar weken geleden had ik die cijfers dat 80% van de mensen op de IC doodging. Dat is niet meer zo. Nee, dat is veranderd. Dat is 60, omdat natuurlijk die artsen ook beter in de gaten krijgen. Wie nemen we nog wel aan op de IC en wie niet? Want ze hebben natuurlijk ondertussen in de gaten dat sommige gevallen kansloos zijn. Dat hoef je niet te gaan behandelen. Dus dat percentage, maar nog steeds 60% van alle mensen die op de IC komen, gaat dood. En die andere 40 die er vanaf komen, die moeten ook nog wel een tijdje tot 1, 2 jaar herstellen voor het weer oud. Dan zullen het waarschijnlijk iets meer dan die 500 moeten zijn op dit moment. Maar dat doet er op dit moment. Dat zal niet verschillen. Voor de zaak niet toe. Nee. Waar het in ieder geval om gaat, en dat is je boodschap is helder. En dat is nog iets. Er zijn twee plaatsen in de wereld, drie eigenlijk, waar het bal is geweest. In Wuhan, waar het mee begonnen is, maar dat weten wij eigenlijk niet. Dat is moeilijk te vinden. Italië, dat is echt dat was heel vervelend hoe dat gaat, maar daar komen we straks nog op terug. En New York nu. Ja. En in de rest van de wereld, dus Wuhan, wat we niet weten, waar we geen beelden van hebben. Lombardije, waar we beelden van hebben, dan een paar keer. En New York. En voor de rest, dus dat zijn worst case scenario's. Echt worst case scenario's. In de rest van de wereld valt het allemaal heel erg mee. Ook omdat er her en der maatregelen zijn genomen, opgeteld valt het heel erg mee. Maar wat is dan de mediarol? Altijd als dan pak je een soort worst case scenario. De beelden uit een worst case scenario. En dan wordt de indruk gewekt dat dat overal zo is. Maar dat is niet zo. In Amerika, de helft van alle coronadoden, komt uit New York. De rest van de VS, dat is New York gewoon pak een beetje 10 miljoen mensen, in Amerika 330. Dan geef je aan, in de rest van de VS hebben ze zich allemaal voorbereid op New York scenario's. Maar de ziekenhuizen zijn gewoon leeg, IC's zijn leeg, mensen worden ontslagen. Omdat er gewoon geen werk is. Ja, maar nu is natuurlijk de meest voor de hand liggende reactie, is dat dat bewijst het succes van de lockdown. Jouw collega Rubini, ook econoom, zegt van wat moet je doen? Eerste instantie keihard in een lockdown om te zorgen dat je de gevolgen hebt. Dat is allemaal totale bullshit. Want, kijk, er zijn een aantal argumenten voor. Er zijn landen die hebben gekozen voor een lockdown. Ja. Er zijn landen die het anders hebben. Er hebben landen gekozen voor quarantaine van mensen die het hebben. Ja. En er zijn landen die hebben niks gedaan. En dan zou je toch zeggen dat de resultaten van de lockdown-landen beter moeten zijn dan de landen die niks hebben gedaan. Zweden en Japan hebben niks gedaan. In welke landen zijn nou de meeste doden per miljoen inwoners? In de landen met de heftigste lockdown. Spanje, Frankrijk, Italië en België. De vier landen waar de hardste maatregelen zijn genomen in termen van lockdown hebben ook de meeste doden per miljoen inwoners. Zweden begint een beetje op te lopen, maar is nog lang niet in de buurt van die West-Europese, van die Europese landen. En Japan is ongeveer nog niemand dood.
Maar dat lockdown verhaal, weet je wel, dat heeft ook te maken met hoe vindt die transmissie plaats? En wat je nu ziet gebeuren, omdat dat coronavirus is nieuw. Hè? Dus waar zie je nou de meeste artikelen over verschijnen? Uit China, uit Hongkong, uit Taiwan en Lombardije. Daar wordt nou het beste gekeken. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? En nou, één ding is echt volkomen duidelijk aan het worden. Elkaar op straat tegenkomen, heeft geen enkel invloed op de transmissie. Ja, want je hebt een aantal nog niet peer-reviewed artikelen gelezen. Ja, dus die moeten nog door de tweede lezer worden gecontroleerd. Het zijn een heleboel medici die hebben in Italië zitten ook te kijken. Wat hebben we gedaan? Wat is er gebeurd? Wat hadden we beter kunnen doen? Dus er wordt heel veel over geschreven. Dat wordt gepubliceerd op websites. Daar kun je toegang te hebben. Ja, en dan, wat zijn de grote verspreiders? Ziekenhuizen, medisch personeel en in grote families. Ja. Dat is de verspreiding. Dat zien we in feite in Nederland nu ook. Hè? Dus dat we ook wordt gezegd, de meeste besmettingen vinden nu plaats in verpleeghuizen. Via ziekenhuizen en via medisch personeel. Voor alle duidelijkheid, die doen natuurlijk niet expres. Hè? Nee, alleen, wat ik net al zei, helder. De helft van de mensen die besmet is, weet het niet eens. Dus je kunt met de beste wil ter wereld mensen helpen en tegelijkertijd iedereen besmetten. Maar bovendien, daar hebben wij natuurlijk in de Nederlandse situatie ook echt slecht gezorgd voor bescherming. Ik bedoel, als het ergens nodig was, dan was het daar wel. Ja, wat Italianen zeggen, wat je natuurlijk moet doen, is de coronapatiënten totaal afzonderen van de rest van. Ja. Ze zeggen ook, wij hebben dat in het begin niet gedaan. Maar het beste is gewoon een coronavleugel. En ook het personeel. Helemaal scheiden. Ja, ja. En personeel. Dus liefst nog een apart ziekenhuis, een aparte plek. Dat is echt veel beter. Ja, ja. Dus Italianen, die hebben gewoon gekeken van wat hebben wij gedaan. En wat hebben we dan achteraf gezien verkeerd gedaan. En waar kunnen anderen van leren. Daarom publiceren ze zoveel. Daarom is het ook. Dus de zorg is de zorgpersoneel is de grootste verspreider. En dat is een beetje het ironische van lockdowns. Wat ook duidelijk is geweest in onderzoek in Spanje, in Taiwan en in Duitsland is ook een onderzoek gedaan. Ja, dicht op elkaar zitten. Dat is ook niet goed voor de verspreiding. En wat doe je dus met lockdown? Dan zeg je tegen mensen, blijf lekker op elkaar zitten. Dat als iemand in dat gezin of in die kleine omgeving het op een of andere manier heeft opgelopen, op zijn werk, via de zorg of gehad, ja, dan weet je gewoon zeker dat in dat gezin, want die moeten lekker bij elkaar blijven zitten, mogen niet naar buiten, dat de besmettingshaarden daar zijn. Dat was interessant genoeg. Al de bevinding op die cruiseschepen. Je kunt ongetwijfeld herinneren. Het tempo waarmee dat zich verspreidde tijdens die quarantaine. Ja. En quarantaine, die zitten gewoon bij elkaar. Ja, die zitten dus bij elkaar. En dat was geloof ik ook het luchtventilatiesysteem, wat een oorzaak was. Maar het interessante is natuurlijk, in het hele lockdown verhaal, maar ook in de anderhalve meter economie, daar wordt eigenlijk al, zoals wij hier zitten, bevinden we ons al in de risicozone. Maar sterker nog, als je elkaar op straat passeert. Uit die onderzoeking die jij aanhaalt, is eigenlijk de boodschap. Het zal niet nooit gebeuren. Nee, kan altijd. Het kan altijd. Maar totaal in Taiwan en Duitsland, het speelt geen enkele rol. Het is vooral juist weinig beweging en op elkaar zitten. In een gesloten systeem. Dat is de grote verspreider, ja. Ik ben gaan zoeken, waar komt het social distancing vandaan? Wie heeft dat bedacht? Ja. Ik kan behoorlijk zoeken en ik kon niks vinden. Ja. Het schijnt na de Eerste Wereldoorlog gebruikt. Bij de Spaanse griep was het. De Spaanse griep was het gebruikt. En voor de rest niet. Dus dat is ook mijn punt. Weet je wel, we hebben dan het Outbreak Management Team in Nederland. En zo zullen ze overal wel management teams hebben. Die bedenken wat met elkaar. Hè, want dat lockdowns zo goed zijn. Op basis waarvan dan? Hè, is daar onderzoek? Is dat ergens een keer bewezen? We doen maar wat. Klinkt wel goed, laten we maar gaan doen. Dat is allemaal nog tot daar toe. Maar de hele bevolking wordt daar als ware als proefkonijn gebruikt. Als proefkonijn, je bent, wat ik al zei, onder de 65 en gezond, ben je in principe geen proefkonijn. Maar je gedrag, jouw opstelling, jouw handelen wordt proefkonijn. Nou, we hebben dan in Nederland natuurlijk een mooi spreekwoord voor, en dat klinkt heel nobel. Dat is het zekere voor het onzekere nemen. Ja, dus het voorzorgsprincipe. Ja, het voorzorgsprincipe. Dus we nemen het zeker. Alleen je weet ook één ding zeker. Een ander ding zeker, en daar lijkt men nu toch heel weinig aandacht voor te hebben, dat dit ongelooflijke consequenties heeft waarmee we begonnen. Nee, maar mijn punt is, dat was begin maart nog wel, toen was het paniek, is het nog wel een beetje te billijken, maar al heel snel, dat werd duidelijk in Italië, toen die cijfers beschikbaar kwamen, die getallen die ik net noemde, ouderen met type meerderheid ouderen met klachten, dat was in Italië ook onduidelijk. Dus je kunt al heel snel zeggen van nou, weet je wel,
we dachten dat dat goed was, maar dat is niet nodig. En wat je ook nog, hè, wat je natuurlijk ook nog hebt, dat is een bekende wet in statistiek, moet ik even goed doen. Correlation is no causation. Ja. He, je kunt wel zeggen dat het werkt, maar op basis waarvan dan? He, en het voorzorgsprincipe, dat was begin maart nog wel te accepteren, maar 20 maart al niet meer hoor. Want toen kon iedereen die een internationale data op een rijtje had, kon zeggen van nou, als je een beetje gezond bent en je hebt nog, dan heb jij helemaal geen last. Het is 65 plus met grote problemen en voor de rest helemaal niemand. Ja, uitzonderingen dagen. Ja, en een mortaliteit die toch ook substantieel lager lijkt. Hè? Inmiddels hebben we onderzoek in Duitsland, maar je ziet ook op verschillende plaatsen dat we op 0,37 uitkomen. Laat het 0,5 zijn. Nee, maar we hebben het vorige keer een beetje aangetipt. Hè? Ja. Wanneer ben je een coronadode? Ja. In Duitsland ben een coronadode als aantoonbaar is dat je corona de oorzaak van jouw sterven is. In een heleboel andere landen is ben een coronadode als in jouw lichaam corona gevonden is. Ja, dat is heel maar het feit dat je het hebt wil niet zeggen dat je eraan gestorven bent. Wat ik net al zei, de bulk van de mensen heeft het en merkt het niet eens. Dus daar komen ook die rare cijfers vandaan op veel plaatsen. En in Amerika is het nog erger. Als jij in het ziekenhuis wordt betaald door verzekeringsmaatschappijen. Nou, coronapatiënten leveren 2,5 keer zoveel op als gewone patiënten. Dus dan snap je, er is al enorme druk om toch maar te kijken van, kunnen we een coronapatiënt van maken? Ja, dus de statistieken liggen hier. Nou, maar het punt is, een coronadode is geen coronadode, is geen coronadode. Geef een vertekend beeld. Gaan we dan terug naar Duitsland. Hè? Dus in Italië, in Frankrijk had je nog met veel fantasie kunnen zeggen, niet geen trainere kennis, er gaan wel veel mensen dood. Moeten we doen. Maar in Duitsland, omdat ze daar gewoon veel zorgvuldiger mee te gaan, ongeveer geen mensen dood. En mevrouw Merkel in haar oneindige domheid, die moet echt weg, dat wijf. Weet je, die roept ook die blaast de Duitse economie ook op. Daar zijn de sterftecijfers aan corona. Dat stelt echt, ja, dat is vervelend voor de mensen. Dat snappen we allemaal wel, maar opgeteld stelt het niks voor. Nee, maar volgens mij is dat de Duitse economie gaat niet. Waar doe je het voor? Ja. Nee, maar wat je dus natuurlijk merkt, is dat we op dit moment in een situatie terecht zijn gekomen waarin, hè, als je, laten we zeggen, bedenkingen uit met betrekking tot gevoerde beleid, hè, dan word je al heel snel als een soort verrader neergezet of als een onmens. Terwijl volgens mij de discussie is niet dat we de zwakken moeten beschermen. Ik bedoel, dat is evident. Dus daar hebben we het vorige keer ook over gehad in ons gesprek. Alle ballen. Dus dat kun je op allerlei manieren organiseren. De hele vraag is dit de beste manier om de zwakken te beschermen? Punt 2. Zelfs daar kun je dus je vraagtekens bij zetten, gegeven de verschillende de statistieken die we nu zien. Maar vraag 2 is, hebben we serieus de gevolgen overwogen? Nee, natuurlijk niet. Want dat begint natuurlijk nijpend te worden. Maar dat is maar, kijk. Dat heb je al een paar. Dus dat je in paniek dingen doet. Ja, je zou als beleidsmaker en viroloog niet in paniek moeten zijn. Je zou de data erbij kunnen halen. Was er niet zo. Maar goed, dat is enigszins de billijke. Maar wat ik net al zei, al half maart werd al duidelijk, met de basis van Italiaanse cijfers en op andere plaatsen, dat allemaal onnodig was. Dan zou je zeggen, Ad, kijk, jij bent docent, voortschrijdend inzicht. Dat is positief. Hè? Dat is goed. Dat je niet blijft, je denkt, nou, dat hadden we beter niet kunnen doen. Voortschrijdend inzicht is, je gaat je gedrag aanpassen. Nee, we gaan er steeds sterker in zitten. We gaan iedereen mobiliseren dat het heel erg is en dat het nog veel erger gaat worden. Dat we moeten doen, want anders gaan we allemaal dood. Dat, weet je wel? Dus je maakt een startfout, die nog wel te begrijpen. Je neemt een startbeslissing die nog wel te billijk is. En dan blijf je gewoon met z'n allen in die film zitten. Dat vind ik dus onbegrijpelijk. Dat is, en wat jij ook zegt, Iedere dissident, ja, die wordt verketterd. Als iemand zegt van, is dat wel zo? Is dat wel zo? Nou, hè? Lockdown is dat goed, social distancing is dat goed. Waar is het allemaal op gebaseerd? Ja, nou, hè? We doen dit, we doen het maar, probeer het gewoon. En daarna gaan we natuurlijk roepen dat het geholpen heeft. Ja, nou is het ook duidelijk tegelijkertijd dat het beleid heel uitdrukkelijk wordt verdedigd, hè, met behulp van deskundigen. Nou ja, goed, hè, dat is toch, hè, het interessante is wel dat je natuurlijk wereldwijd verschillende deskundigen tegenkomt. Hè, ja. Dat is maar hoe het ook zij, we zien dat er steeds deskundigen bij worden geroepen om maatregelen te legitimeren. Wat mij toch ook wel opvalt, is dat daar de medische wetenschap wel de overhand heeft op dit moment. Ja, is dat jou opgevallen? Dat is toch? Dat is jou opgevallen. Ja. Goed gezien, jongen. En wat hebben ze met jou gedaan, Kees? Goed gezien, man. Ja, maar dat is nou, je noemt net zelf die speech van Rutte.
We zijn 4-5 weken ver. IMF heeft voorspellingen gedaan. De Nederlandse data begint ook binnen te lopen. En nog steeds geen woord voor de economie. He, dus we zitten nog steeds in de 100% zorgfilm. Ja. Blijkbaar. Nou ja, af en toe wordt er natuurlijk op het nieuws wel gewezen op dat er gezinnenproblemen bestaan. En dat er hier ook al aangekaart. Ja. Maar als we nou zeggen van democratie is. In zekere zin, dat is een belangenafweging. Wat natuurlijk fascinerend is, en dat is niet alleen in Nederland zo. Je hebt de deskundigen, nou, dat zijn dus de virologen. En een paar politici. Maar het Nederlandse parlement, er worden echt grote maatregelen genomen, een beetje tussen neus en lippen door. De hele sector wordt op slot gezet voor de goede zaak. Je mag de bewegingsbeperkingen. Dat wordt er een beetje doorheen gefietst. Iedereen, er moet wat gebeuren. Je zou toch zeggen in besluitvorming, als je het groot besluit gaat nemen, dat je toch een keer gaat denken, wat zijn de consequenties daarvan? Wat kunnen we iets bedenken? Nou, dan heb je ongetwijfeld geen juist beeld, maar je hebt wel een idee. En na verloop van tijd kom je nog eens een keer terug van, we hebben ingezet op, vinden we dat nog steeds? Want nu worden de consequenties aan de zorgkant worden duidelijker en de consequenties aan de economiekant worden duidelijker. Maar dat hele verhaal, weet je wel, dat er als het ware discussie is over en dat als waar andere deskundigen erbij worden gehaald, deskundigen bijvoorbeeld uit de financiële sfeer of de economische sfeer. Nou, misschien zijn ze dan, maar ik heb het niet gemerkt. Dus op de een of andere manier is een groepje virologen met een paar modellenbouwers. Nou ja, ik merk ook dat, laten we zeggen, ook onder economen toch wel een duidelijke schroom bestaat. Ik noemde zo even Rubini, maar ook wel een schroom bestaat om zich uitdrukkelijk te keren tegen de beleidsvoorstellen vanuit de medische hoek maar worden dat gedaan. Het allerfascinerendste is, en daarom begin ik er weer over, we hebben slachtoffers, maar die zijn niet door Nederland verdeeld, die zijn in een hele kleine beperkte groep. Alleen de indruk wordt, dat kun je gewoon terugvinden, die data zijn alleen nergens in de media en nergens in de presentatie van Rutte en de virologen is duidelijk dat een heel klein groepje, die moet heel erg opletten, en een hele grote groep hoeft zich helemaal geen zorgen te maken. Want als je dat zou realiseren, dan denk je, waarom zetten wij Nederland op zijn kop om een hele kleine groep niet eens te beschermen? Want dat doen we namelijk ook niet. Maar zo eenvoudig zeg je het in feite niet. Want iedereen zit in dezelfde film. Niemand reageert. En nou, zat ik te luisteren deze week en ik dacht, nou, het lijkt wel alsof Rutte ons voorbereidt dat we na 28 april nog eens zo 2-3 weken doorgaan. Ja, natuurlijk. Kijk, ze zijn al 5 weken aan het roepen. Dus dan zijn we daar 2 maanden. We zijn al 5 weken aan het roepen dat het heel erg is. De virologen roepen dat het heel erg is. Dus bij het RIVM kunnen we bijhouden hoeveel besmettingen er zijn en hoeveel doden er elke dag bij komen. In een hele kleine groep op een hele kleine locatie. Maar dat wordt niet expliciet genoemd. Ja, dus zolang die cijfers niet heel erg verbeteren, gaat natuurlijk iedereen roepen van, daar moeten we mee doorgaan. Toch? Je hebt geïnvesteerd in een verhaal. Kijk, Rutte, het kabinet heeft geïnvesteerd in een verhaal. De virologen hebben geïnvesteerd in een verhaal. Maar is het zo banaal voor jou? Ik denk het wel. Dat men het eigen gezicht wil redden. Ja, nou ja. Dus het verhaal volhoudt en niet een andere koers. Nee, en tegen de tijd, dat gaan we natuurlijk krijgen. Tegen de tijd dat de getallen wat beter worden, dan gaat u roepen, onze bewegingsbeperking heeft gewerkt. Oorzakelijkheid voorkomen onbekend, maar dan ga je het roepen. Dat moet je roepen als rechtvaardiging, waarom je het gedaan hebt. Ja. Dus zolang die cijfers een beetje tegenblijven, zolang de cijfers niet echt gaan meevallen, ben ik bang. En we hebben ondertussen al, als je van mening verandert, dan moet je niet naar feiten, hoe langer je erover doet, terwijl het voorkomen duidelijk is hoe pijnlijk het wordt. Maar ja, goed, we hadden het er net over, de paradoxale situatie. Op het moment dat we dus enerzijds spreken over groepsimmuniteit, dan zouden eigenlijk heel veel mensen moeten rijden. Als we zo'n generieke maatregel invoeren, is de verspreiding eigenlijk veel te laag. Kortom, we zitten dan in een situatie waarin we elkaar gevangen houden, geven weer wat meer vrijheid, lopen de nummers weer op. Harvard zei van we kunnen hier wel eens tot onderzoek gemodelleerd. En dan moeten we altijd met een korrel zout nemen. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Maar je kunt wel voorstellen dat we op deze manier gewoon heen en weer gaan jojoen de komende 4 jaar, toch? Maar het fascinerende was. Wat er gaat gebeuren. Ja, maar het gekke is natuurlijk, toen die 15e die maatregelen werden aangekondigd, was het verhaal van jongens,
De flattening the curve. Hè? Ja, dat was het verhaal. We moeten ervoor zorgen dat als nodig is, dat er capaciteit is in de zorg. Let op, dames en heren, dat betekent niet dat je niet meer ziek kunt worden, alleen je wordt het later. Ja. Hè, vanaf dag nul was het verhaal. We gaan heel veel mensen ziek worden. Ja. Hè, dat weten we ook allemaal, alleen daar gaan we een tijdje over doen. Dus geen rare dingen doen. Dus we weten allemaal, het virus gaat niet weg. Was ook een redelijk scenario. Maar dat is van tafel af. Nou begint het een beetje te worden. Je mag niet ziek meer worden. Ja, maar dat merk ik ook. Dat is een soort verschuiving opgetreden. Ja, dat is een doelpunt. Dat is een doel. Ja. En we zijn ook begonnen met de groepsimmuniteit. En daar hoor je ze niet meer over. Met als bijstelling. Maak je maar geen zorgen. Jullie worden ook allemaal. De mensen die ziek worden, worden dan toch wel ziek. Alleen gaat het al langer duren. En als het misgaat, dan weten we zeker dat we voldoende capaciteit. Dat we goed voor je kunnen zorgen. Dat was het verhaal. 15 maart. En dat is het verhaal niet meer. Nou is het verhaal heel anders geworden. Dus we accepteerden toen, als het ware, dat er gewoon doden zouden gaan vallen. Alleen niet onnodig. Niet zonder zorg. En nou is het verhaal, we gaan pas vrijgeven als er heel weinig doden vallen. Ja, dat is het is in wezen een verandering van inzicht. En een andere strategie. Ja. Wat mij het meest opviel daaraan is dat ik zat te luisteren en ook gewoon geen enkel idee meer had waar we nou eigenlijk naartoe gaan. Nee, maar met beleid maken, dat weet je zelf ook wel. Als je natuurlijk on the fly beleid maakt, in paniek, in 2 weken tijd iets in elkaar flanst. Ja, dan heb je niet nagedacht over een exit. Nee. Je bent eraan begonnen onder het motto, we moeten wat doen. Ja. En nou zitten we met, wat gaan we nou doen? Nou, ik vond dat de hele constructie van Koolmees was degelijk, zat er goed uit. Maar je wil nu wel een verhaal. Want toch, Kees, als we gewoon even verder gaan redeneren. Ik bedoel, jij ziet die beelden van, je noemde die cijfers van het IMF. We zien ook eigenlijk een toenemende onrust in Amerika. Hè? Niet zo gek met die 30 miljoen. Ik denk dat in Nederland zo langzamerhand ook bij menig ZZP'er het water tot aan de lippen stijgt. Natuurlijk, ja. Dus wat voor beeld heb jij van de komende 2 maanden? Maar neem de VS, wat ik al zei. Dus er zijn al niet zo heel erg veel doden. Ja. Daarvan is de helft in New York. Dus in 3/4 van de Amerikaanse staten kunnen ze statistisch niet eens de doden tellen. Die zijn er gewoon niet. Alleen die gouverneurs, wat in Amerika gebeurd is, de New Yorkse modellenbouwers, die er ook weer verschrikkelijk naast zaten, dan is in New York paniek ontstaan. Die hebben diezelfde modellen uitgerold over de rest van de VS. Dus ja, daar is ook paniek ontstaan. Dus we schatten dat er 10.000 bedden moeten zijn en 5.000 ademhalingen. En allemaal, weet je wel, een factor 10 te veel. Mm-hmm. Dus die modellen klopt helemaal niks van. Echt helemaal niks. Op basis daarvan zijn die gouverneurs, want die bepalen in de VS wat er gebeurt met de economie. Hè? Niet Trump. De gouverneurs sluiten een staat af. Dus op basis van die modellen zijn ze in paniek geraakt. Met dezelfde verhalen als hier. En nu? Ja, als je naar de data kijkt in een heleboel Amerikaanse staten, dat zijn er gewoon 100, 150. 200. In Californië, daar wonen 40 miljoen mensen. 1.000. Dat is helemaal niks. Hoe verklaar je waarom het zo is ontspoord dan in New York? Ja, omdat die modellen zijn natuurlijk gebaseerd op transmissiemechanismes. Nee, maar ook, ze waren op een gegeven moment massagraaf aan het maken. Het punt is, weet je wel, de kern van het model is natuurlijk over de overdracht, de transmissie. Ja. Nou, wat we nou merken, dus als jij denkt dat als je elkaar op straat tegenkomt, dat je besmet kan raken. Als je dat denkt, dan lopen de modelcijfers snel op. Als je daarentegen denkt van als je niet in het ziekenhuis terechtkomt en je wordt, dat is afhankelijk van het transmissiemechanisme wat jij hanteert in je model, worden de uitkomsten hoger of lager. Dus ze zijn uitgegaan van een soort worst case scenario. Hele makkelijke transmissie, heel veel ernstige gevallen. Ja. En maar, dat model is al 6 keer bijgesteld en nog iedere keer opnieuw veel te negatief. Dat is waar, maar ik bedoel, het heeft New York toch wel behoorlijk getroffen. En mijn vraag was, van hoe verklaar jij dat? Hoe begrijp je dat dode aantal in New York, dat zoveel hoger ligt dan in de rest van Amerika? Is dat door bepaalde klimatologische condities? Maar ook daar geldt dus voor. Dat zou je niet zeggen, maar in New York wonen heel veel kwetsbare bejaarden. Echt heel veel. En ziekenhuizen daar, die hebben gewoon kwetsbare bejaarden. Die hebben heel veel zieken bij bejaarden gebracht. Dus die hebben elkaar om zitten besmetten.
En als je daar in een bejaarde, als je daar zorgverlener bent, dan heb je vaak klusjenpark bij op andere plaatsen. En ze wonen heel veel mensen boven op elkaar. Dus New York had als het ware de ideale omstandigheden, weten we nu, met nu we weten hoe dingen werken, om er heel veel te krijgen. En dan een beetje creatief met aantallen omgaan. Hè, dat, voor de, voor, nou ja, ja. Dus, weet je wel, en in de rest van de VS wonen, hè, daar wonen mensen veel verder uit elkaar. Dat is moeilijk om het. Hè, New York zit boven elkaar. Grote families, veel zorgmensen. Dus weet je, dat is een soort cocktail, een soort pechcocktail voor de slachtoffers. Veel bejaarden met problemen, ja. Veel ziekenhuizen, veel zorgmedewerkers, veel boven elkaar zitten. Ja, dan gaat het hard. Ja. Dus een stad als L.A., die veel wijdser is, die heeft dus ook veel minder last van. En Wuhan was natuurlijk ook veel opeengepakt. Een slecht klimaat, weet je wel. Ja. Maar dan zou je zeggen, dan is de Nederlandse conditie eigenlijk nog wel vrij gunstig. Hè, we hebben niet opeenpakkingen. Maar dat maakt ook heel veel uit in de cijfers. Ja. Het is in New York een beetje een samenloop van omstandigheden. Plus een optelsom van dingen die we nu weten. Waarvan in andere landen, in andere gebieden, in andere VS gaan we geen sprake van is. Ook in andere landen niet. Ja, dus omdat New York een mediacentrum in de wereld is, snap je natuurlijk ook wel dat daar. En er was ook heel veel ruzie van tevoren op basis van die modellen. Weet je wel, wij komen bij ademingsmachines tekort, we hebben ICT. Dus dat heeft een ontzaglijk groot verhaal geworden in de VS en daarbuiten. En dan werd gedaan alsof de omstandigheden in New York hetzelfde waren als in de rest van de VS. Ja. Maar dat is totaal niet zo. Echt, jongen, die modellen zijn 6 keer naar beneden bijgesteld en nog steeds veel te somber. Ja, nou, dat is dus ook wel de boodschap. Hè? Gewoon eigenlijk veel reëler kijken naar de omstandigheden die spelen, de factoren die een rol spelen. En in plaats van generieke maatregelen afkondigen, eigenlijk maatwerk leveren. Nou ja, dus zo langzamerhand beginnen we dus ook wel de mechanismen iets te begrijpen. En is eigenlijk duidelijk dat wanneer je in één klap maar voor de hele gebieden dezelfde maatregelen afvaardigt, je eigenlijk veel meer schade toebrengt dan wat het oplevert. Wat ik al zei, wat nou duidelijk begint te worden, zorginstellingen met verzorgend personeel en boven elkaar klaar. Ja, nou, dat is natuurlijk op een heleboel plaatsen in orde. En je kunt er ook wat aan doen. En dat is precies wat jij zegt. Je moet niet Nederland breed wat doen. Dat heeft geen enkele zin. Je moet gewoon kijken op in die zorginstellingen. Daar moeten we goed naar kijken. We moeten het personeel meer gaan testen. Weet je wel, die zwakkere en ziekere bejaarden ontzien. En zorgen dat ze niet kunnen krijgen. En dan ben je geen veel gedifferentieerder verhaal ontwikkelen. Ja, ja. En want dat is eigenlijk ook de manier waarop je in plaats van de anderhalve meter de economie op een veel vruchtbare manier weer de boel vlot kan maar trekken. Dat heeft te maken met het transmissiemechanisme. Als jij denkt, weet je wel, dat elkaar tegenkomen een reden kan zijn. Ja, dan moet je heel Nederland. Ja, want je krijgt nu dus inderdaad ook heel debatten over de horeca. Waar restaurants of zeggen we maar ik kan eigenlijk niet goed functioneren. Want hoe moet ik dan mijn bord neerzetten op tafel? Dan kom ik toch dichter dan die anderhalve meter. Ja. En wat jij zegt is eigenlijk, dat is de foute discussie. Dan ga je dus op een hele abstracte manier kijken naar die transmissie. Overal anderhalve meter. Dan ga je denken, dan heb je een verkeerd beeld over transmissie. Ja. Dus je vergeet dat de jongens die daar zitten of bedienen misschien 18 of 25 zijn. Je vergeet dat ze maar even langskomen, dat het niet zomaar wordt verspreid. Nee, dus de ironie is, met die lockdown dwing je mensen bij elkaar te zitten. We hebben geen bewegingswerking. Wat eerder infectie bevestigend is dan verminderend. Maar dat wisten we natuurlijk ook niet toen we eraan begonnen. Ja. Dat is op een gegeven moment dat is vrij snel duidelijk geworden. Dat wordt nou met die onderzoeken in Italië, Taiwan en Amerika, wordt dat alsmaar duidelijker. Maar we hebben gekozen voor dit beleid. Maar wat verwacht jij nu? Dus dat was mijn vraag zo even. Als je ziet dat in Amerika, dus dit huishoudt, hè, in de reële economie. Ja, ja, ja. In Nederland zien we natuurlijk ook dat het aantal ZZP'ers dat hier door getroffen wordt, die kunnen nog worden allemaal afgedekt voor een deel. Dus die verhongeren nog niet meteen. Dat gaat er meer komen. Dus alleen hoe moet dit traject er volgens jou uitzien? En als we het niet doen, het is helder, de huur moet wel gewoon betaald worden. Nee, een hypotheek of niet meer betaald. Maar dat is mijn punt. Je kunt jouw probleem wel afwentelen op iemand anders, maar daarmee is het niet weg. Nee. Dus dat is nou wat er aan het gebeuren is. Afwentelen, maar dat is niet weg. Dus dat gaat in de VS zie je het nou wel gebeuren. Er gaat maatschappelijk onrust ontstaan. Kijk, in New York denk ik dat de mensen dan kijken. Ja, weet je, bij ons zijn 12, 13.000 doden. Moet een beetje opletten. We weten niet precies wat. Maar een hele grote stukken van de VS is gewoon
helemaal niks aan de hand. En die mensen zitten thuis en die zien alles gewoon onder hun handen verkruimelen. Dus ja, dat gaat natuurlijk niet heel lang duren voordat daar gewoon ontzettend op opwinding ontstaat. Ja. En het integreert mij met dat er in Spanje en Frankrijk al niet veel meer gedoe is. Want ook daar verkruimelt de economie onder je handen. Maar kan dat samenhangen met het feit dat wij nog steeds niet helemaal doorhebben wat de prijs is die wij hiervoor betalen, dat er nog steeds in een soort droomtoestand zit. Het is ook een beetje het is nog steeds een beetje de optelsom van politici, deskundigen en de media. Ja. Als jij gaat zeggen, dat kan er ook aan mij gedacht worden, dat dan ho, ho, ho aan jou gedacht worden, terwijl opa ligt dood te gaan op die zee. Hoe durf je? Dat is toch een beetje de houding. Kijk, en het punt wat eigenlijk opa ligt, mijn punt is een beetje, je kent de opa's uit de Zwitserleven, advertentie, die met de kleinkinderen naar Efteling gaan. Die opa's die komen niet op die zee terecht. Echt, die gaan niet dood. Maar de opa's die al kwetsbaar zijn, en die al op verzorgingstehuis en verpleeghuis liggen, die gaan met een beetje pech dood. Maar de maatschappelijke stemming nog steeds, weet je wel. Pas een beetje op wat je zegt, want anders, weet je wel, dan word je even gekielhaald door het wat radicalere deel van Nederland. Laten we eens afsluitend. Volgende week komt er weer een verhaal van Rutte, bij wijze van spreken. Het zal waarschijnlijk volgende week of de week erop zijn. Wat moet er in jouw ogen gaan gebeuren? Willen we de schade nog enigszins binnen de perken? Ja, dat lijkt me simpel. Wat moeten worden afgewerkt? Sowieso de economie opengooien. Ja. Alles? Nee, je kunt buiten. Dan hebben we het over dat maatwerk dus. Nee, maar precies. En dan kun je zeggen, of alle zekerheid, paradies wouden dicht. Want er staan 1500 mensen boven elkaar. Dat is niet nodig. Kunnen we even niet doen, weet je wel. Ja, dus de grote festivals even. Gewoon even niet. Even opletten. Maar, ja, okay. Dus dat, ik denk niet dat het echt nodig is, maar voor de zekerheid is dat misschien wel beter. De festivals deze zomer De boven op elkaar, activiteiten die een tijdje duren, doe dat dan maar niet. En gaan kijken, wat gaan we doen met die zorgverleners? Ja. Wat gaan we doen in die verpleeghuizen? Wat gaan we doen in ziekenhuizen? Want dat gaan we helemaal scheiden. Hè? Dus, ja, je maakt een gezond zorg en een besmet of een vuile zorg. Dat gaan we helemaal uit elkaar. Ja, we gaan de zorgverleners gaan we ook testen. Die gaan we spullen geven natuurlijk. Maar probeer waar mogelijk. Dat kun je allemaal doen. En, ja. en vervolgens? Scholen gewoon open? Tuurlijk. Sinds wanneer kunnen kinderen niet besmet worden? Nee, maar dan zeggen de leraren zijn bang. Waarvoor? Ja, dus dat verhaal moet anders. Dat is de boodschap steeds. Nee, maar dat begint met het benadrukken hadden ze vanaf dag 1 moeten doen. Ja. Met jou gaat niks gebeuren. Jij gaat het echt krijgen. Ja. Je gaat het niet eens merken. Je krijgt het misschien ook nog wel beroerd dat je een week in bed ligt. Daar ben je al een uitzondering. Ja. Ja. Dat had het verhaal moeten zijn. Dan had je ook niet van die rare paniekverhalen hoeven maken. Ja. Behalve dan, nogmaals, iedere keer opnieuw, die 65-plussers met grote problemen. Die moet je, dat zijn de echte. Ja, dus de scholen gaan weer open. En wat doen we met de horeca? Nou, daar kun je voor de zekerheid nog zeggen, jongens, een maximaal aantal mensen binnen in een café. Ja, niet te vol. En een restaurant, op een gegeven moment zeggen, restaurant, tot de avond is eruit. En je dan toch wil, weet je wel. Ja. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Want nogmaals, dat toevallige contact, dat gaat niet worden. Mensen die gewoon vanuit besmette mensen andere mensen besmetten. Dat is de grote factor. En dan lekker bij elkaar zitten in afgesloten ruimte. En als gesteld dat we dat doen, Kees, vanaf... Nou ja, als wij dat als eentje doen, dan gaat het ook niet helpen. Want wij zijn natuurlijk afhankelijk van... Die ketens, zeker Nederland als Nederland. We zijn ook een dienstenland, dus dat kunnen we dan wel... Dat komt er alweer op orde. Maar aan de maakkant is dat natuurlijk wel wat anders. Want dan zit je natuurlijk... Moeten dingen geleverd worden en afgeleverd worden. Dus dat gaat dan... Als de rest dat niet doet, wordt het dan toch ingewikkeld. Maar dan onze dienstenkant, en dat is natuurlijk de grootste deel van de economie... Die kan een heel eind herstellen als we dat gaan doen. En wat je ook zou kunnen doen is een beetje tegen ouderen zeggen die al een beetje kwetsbaar zijn. Van jongens, pas een beetje op. Hè. Zoek nou geen groot gezelschap op. Je bent niet echt kwetsbaar, maar let een beetje op. Kan ik ook nog even zeggen. Maar dat is eigenlijk een veel gedifferentieerder verhaal dan nu. Ja. Hè? Want nu is het iedereen... One size fits all. Dit is een soort confectie-corona maatregel. En die indruk wordt ook gewekt. Ja. Ja, het is zoveel slachtoffers... Ja, maar die slachtoffer, dat is,
dat is een heel klein groepje mensen in een grote spelers. Je kunt ze nog vinden ook, maar je weet waar ze zitten. Hoe groot schat jij de schade op dit moment? Gewoon even zo. Nou ja, als Nederland zeker nu met 7,5% krimpt, dan is dat 60 miljard. Daar zitten we nu zo bij. Nee, daar zitten we nog niet in natuurlijk, nee. Want we zijn nou bezig. Het IMF die zegt nou ja, het na-el-effect. Het gaat wel een tijdje duren. Ja. Als we nu stoppen, dan gaat de schade nog groot zijn. Want wat ik al zei, aan de marktkant, dat komt natuurlijk veel moeilijker op gang. En wat denk jij? Je hebt iedereen zo bang gemaakt dat ze bijna dood kunnen gaan. Heel veel mensen zijn gewoon bang. Die komen gewoon niet buiten. Ja. Dus als Rutte zijn veilig... Wat krijg je? Rutte zou het zijn veilig geven. Ja. Dan zegt toch iedereen, wat is dan veranderd? Ja. Want de cijfers zijn niet echt veel beter geworden. Ja. Dus het verhaal moet fundamenteel aangepast worden. Ja, je moet duidelijk maken dat je in de verkeerde... Dat je weliswaar min of meer goed gestart zijn, maar dat veel te lang... Ja. Dat de data zich totaal anders ontwikkeld hebben dan jij vreesde. Of dan Rutte zal zeggen, de deskundige vreesde. Maar dat nou wel duidelijk is dat we toen toch wel iets te somber waren. Dus ja. Ja. En maar omdat ze van het verhaal af zijn gegaan dat je corona kon krijgen en dat er gewoon mensen dood zouden gaan, wat van het begin af aan het verhaal is geweest. Hè? Alleen niet heel veel in één keer, maar gewoon wel een aantal mensen in de loop van de tijd. Dat verhaal is van tafel, dat is helemaal verdwenen. Dus we denken nu, als mensen doodgaan, dat het nog steeds heel erg is. Ja, ja. En als ik het punt had, kijk, we zijn gewend om te gaan met kankerpatiënten. We weten gewoon een aantal dingen dat die gaan dood. Dus dat risico, dat zit in onze maatschappij. Hè? Verkeersdoden, zelfmoorddoden, kankerdoden, overgewicht. Dat weten we allemaal, een paar duizend hier, een paar duizend daar. Dit is natuurlijk, half februari was niks aan de hand. En nou is het in één keer een paar duizend mensen. Dus we zijn helemaal de kluts kwijt. Ja. Hoe groot gaat het worden? Weet je? Zo kijk ik er ook tegenaan. Ja, je kan zeggen, we hebben eigenlijk onze standaard manier van reageren. Ja. Waar we zien dat techniek natuurlijk een enorm belangrijke... en sturing en beheersing een enorm belangrijke rol speelt. En begrijpelijk, maar dat is wel de realiteit. Overigens kun je ook in bepaalde gevallen afvragen... van is dat nou de meest menselijke behandeling? Dat is ook bij mensen die ouder zijn. Ja. En soms toch nog in een trajecten terechtkomen waarvan je... Kunt afvragen of dat het meest wenselijke leven zijnde is. Maar goed, daar heb je wel het idee. Met behulp van techniek brengen we ongeveer in kaart wat de overlevingskansen zijn, hoe lang het duurt. Je krijgt nog het beste onderzoek en we hebben er alles aan gedaan. Ja. Wat er nu gebeurde is eigenlijk, we werden overweldigd. Ja, en de grote schok is volgens mij ook dat we even het niet meer wisten in hoe het zou gaan lopen. Ja, maar ook in aantallen, weet je wel. Ja. We accepteren gewoon het... Oké, dan gaan mensen dood. Maar zijn het er nou 20 per dag? Ja. 50? 100? Dat virus doet het gewoon. Hè? Dus alleen we weten het nog niet. Hè? Als je van tevoren, als dat virus had gebeld van nou, ik kom eraan. Ja. En we gaan gewoon 100 doden per dag. Hè? Gewoon door het jaar heen. Want ja, weet je wel, net zoals kankerdoden en andere doden. Nou, en dan een tijdje kunnen wennen. Ja, dat zijn allemaal zieke mensen. Ja, maar nu is het zo, ja. Het gaat gebeuren. Maar wat gaat er precies gebeuren? Zijn het er 20, 100? Ja, dat gaat zich uitkristalliseren in de loop van de tijd. En tegen de tijd, dan zijn we er al aan gewend. Maar nu is het... Ja, wat nu? Wordt het er al? Hoeveel wordt het er? Ja, dat weten we niet. Ja, dus het is precies die angst of die onzekerheid. Ja, dat denk ik. Dus het is een soort... En dat is volgens mij het gevaarlijke van de stemming waarin we nu zitten. Een permanente, eigenlijk onzekere... Dus ook geen vrees. Dus de filosoof Kierkegaard maakt een onderscheid tussen angst en vrees. En vrees is objectgericht. En hebben we een... Sorry, je ziet het duidelijk. Ja. Maar in de angst is eigenlijk gericht op een niets, zoals hij zegt. Maar, we weten eigenlijk niet precies wat. Nee, er gaan doden vallen. Ja. En innerlijk gesprek dat jij ook dood kan gaan. Dus in jouw leven... Dat is de boodschap van de overheid. Ook in jouw leven, Ad Verbrugge... Ja. Kan gebeuren dat jij, als de piek voorbij is, dat het jou te grazen neemt. Dat denkt iedereen. Iedereen denkt, het kan mij. Ja, dus het wordt heel ongedefinieerd. Dat is mijn punt. Daarom begrijp ik ook niet dat ze daar niet ontzettend veel meer aan. De data laten zien, internationaal, dat een heleboel mensen niks te vrezen hebben. Maar de indruk wordt gewekt dat jij... aan de rand van, niet aan de rand van het graf staat, maar het kan wel ieder moment gebeuren. Ja, en dat is niet zo. En het fascinerende is, we zitten nu in de lockdown, zitten we dus ook vast in die onbestemde angst. Ja. In die angst die... Het kan, en dat is de angst waarmee je op straat loopt, waarmee je afstand houdt, naar de supermarkt gaat. Als ik het krijg, kan ik doodgaan. Ja, en daar moeten we dus echt uitbreken, want het is een heel ongezond klimaat. En dat is ook heel simpel, door gewoon de daad, door die RIVM-statistiekjes elke dag te laten zien. En te zeggen, tel even op. Boven de 65, 94%. Onder de 65, 6%.
Dus ja, hè, je... Dat is eigenlijk een pleidooi, Kees. We moeten gaan afronden voor een nieuwe realiteitszin. Ook wat de schade betreft, maar ook wat de werkelijke gevaar van de ziekte is. En een aanpak die gedifferentieerd is. En je zegt, het wordt tijd dat we dat zo langzamerhand hebben. Maar het belangrijkste is dat. Het belangrijkste is dat duidelijk wordt dat jij geen risico loopt. Ja. Dat je het wel kan krijgen. Dat je er gewoon niets van gaat merken. Dat beheerst angst, dat beheerst het debat. Ja. En daarmee accepteren we ook dat we de economie op schop moeten zetten. Ja. Een paar honderdduizend werklozen, ja, jammer dan, ik kan doodgaan. Nee, jij kan helemaal niet dood. Ja, je gaat altijd een keer dood. 40.000 faillissement, maar nee, ik kan doodgaan. Nee, dat is helemaal niet in orde. Ja. Dat is nee, dus het is helder. Kees, ik hoop dat langzaam dit inzicht ook bij de beleidsmakers bosvat. En ook in de media wat breder wordt uitgedragen. We zijn al 5 weken verder. We zijn inmiddels 5 weken verder. Ik stel voor dat we over een pak en bij 2-3 weken weer eens met elkaar om de tafel gaan. En kijken hoe het er dan voor staat. Er gebeurt zoveel dat er is over 2-3 weken. Maar dank voor je komst naar Leiden. Het is een heldendaad. Als dit al een heldendaad is. Ja, je weet wat het staat. We spreken elkaar snel. Oké, dankjewel.